Ik ga nu alles voor het eerst testen. Wow. I mean, look at these. Hoe dat gaat uitpakken. Oh my god. Ik vind stiekem deze mooier dan deze. Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Lotte en vorige week plaatste ik een shoplog met al mijn aankopen van Amerika. Ik was namelijk op vakantie in Amerika en ik had al beloofd dat ik van alle make-upjes die ik had gekocht een aparte video zou maken waarin ik die zou testen. En ja, vandaag is die dag aangebroken. Ik ga nu alles voor het eerst testen en geloof mij, ik ben nu 2 weken terug uit Amerika, of nou ja, 1,5 week. En het was echt heel erg moeilijk om overal vanaf te blijven en niet alvast stiekem een beetje te testen. Maar ik heb het gedaan, want ik wilde dat dit een first impression video zou zijn. Ik wilde gewoon mijn eerste indruk op beeld hebben. Dus ja, vandaag is de first impression. Nou, ik weet nog niet hoe ik deze video ga noemen eigenlijk. Oké, laten we gauw beginnen, want het zijn een heleboel producten en ik wil er wel echt de tijd voor nemen. Dus waarschijnlijk wordt het al een hele lange video, dus ik ga niet al te lang aan het intro besteden. Het eerste product dat ik ga testen is van Farsali of Farsali. Ik weet nog steeds niet goed waar ik de klemtoon nou moet leggen als het gaat om deze productnaam. Dit is de Unicorn Essence Skin Enhancing Antioxidant Serum. En dit is dus dat product dat je op Instagram echt gigantisch veel voorbij zag komen. Echt niet normaal. De hype is inmiddels een klein beetje afgenomen. Dus ik ben weer een beetje late to the party. Maar ik ga het gewoon alsnog proberen. Ik heb een mini hiervan gekocht. De full size was namelijk echt iets van $60 of zo. Nou, dat vind ik een beetje overdreven voor een primer-achtig product. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Oké. Nou, de grond heeft ook een beetje unicorn essence nu. Dit product kun je dus gebruiken als zowel een serum in je skincare routine. Maar je kunt het ook echt gebruiken als een soort van primer voordat je je make-up gaat aanbrengen. Ik gebruik het gewoon een beetje als beide. Het is een pipetje en daarin zit een lichtroze glanzend goedje. De Unicorn Essence. Het is vloeibaar, maar het is niet super super runny. In de zin van dat het echt drupt van je gezicht. Ik ga het gewoon met mijn handen aanbrengen. Het ruikt helemaal niet naar unicorns. Het voelt een beetje licht plakkerig, maar niet vervelend plakkerig. Het trekt echt razendsnel in. Het is nu gewoon al helemaal weg. Dus dat is in ieder geval fijn. Je hoeft niet lang te wachten voordat je je make-up dan kunt aanbrengen. Laten we even inzoomen en kijken of ik al veranderd ben in een magische unicorn. Niet echt, maar ik zie wel een hele mooie glans over mijn eigen mensengezicht. En dat is ook alvast heel erg leuk, toch? Oh, wat is dit? I don't know. Er zit onder andere blauwe bes en grapefruit in. Bergamo. Vanille zit erin. En als ik naar de ingrediënten kijk, dan zie ik eigenlijk dat er niet heel veel onzin in zit. Er zitten vooral fruitextracten in. En een paar dingen die erin moeten zitten, zoals glycerine bijvoorbeeld. Maar er zit geen alcohol in, er zit geen parfum in, er zit geen siliconen in. Dus wat dat betreft is het ook wel echt qua ingrediënten gewoon een vrij geconcentreerd serum. Nou, laten we maar gewoon doorgaan naar het volgende product en dat is de concealer. Ik ga vandaag geen foundation gebruiken, want ik ga ervan uit dat deze concealer wel een hele sterke dekking heeft. Dit is namelijk de Tarte Shape Tape Concealer. Hebben jullie vast en zeker allemaal al wel van gehoord. Het is de Correcteur Contours. Dit is mijn eerste product van Tarte. En ik heb de concealer in de kleur Fair Neutral. Mooie verpakking vind ik. En dit is dus die concealer met die mega grote applicator. Echt huge is die. Oh, het ruikt heel grappig. Beetje naar citroen of zo. Nou, daar gaat hij dan. De eerste keer Tarte Shape Tape. Ik ga eerst maar eventjes hier aanbrengen, want ik weet natuurlijk niet hoe dit product zich gaat gedragen en of het snel droogt en zo. Qua kleur denk ik dat ik wel goed zit. Ik ben dit weekend een klein... Wow! Ik wilde zeggen ik ben dit weekend... Oh mijn god, dit is echt al veel te veel joh! Ik doe het snel ook een beetje op mijn kin. Wat ik wilde zeggen is, ik ben dit weekend best wel veel in de zon geweest en de afgelopen dagen, omdat het natuurlijk super mooi weer was. Dus hij is nu op dit moment een beetje te licht voor me. Een beetje heel erg. Maar dat komt echt puur omdat ik dus nu ongeveer 3 tinten donkerder ben dan ik normaal gesproken ben. Wow, hij is echt best wel heel erg dekkend. Je kunt hem echt heel ver
uitspreiden. Oh, nu heb ik echt zo'n ski masker. Hij laat zich in ieder geval makkelijk in de huid werken. Ik hoef niet heel veel moeite te doen om hem te blenden. Hij werkt ook goed samen met de primer of het serum dat ik net heb aangebracht. Zo grappig dat het hier echt zo bruin is van de zon. En dan hier super, super spierwit. Ik wou eigenlijk dat ik nog een kleur had gekocht. Zodat ik hem ook gewoon in de zomer lekker veel kon gaan gebruiken. Maar nu moet ik hem dus echt even bewaren totdat ik niet meer zongebruind ben. Maar hij is wel echt heel erg mooi hoor. Ik zal het even van dichtbij ook laten zien. Kijk, je ziet helemaal geen... Ik heb nu natuurlijk nog geen poeder opgedaan of zo. Maar dat vind ik ook niet heel erg nodig. Maar hij is dus niet super, super mat of droog. Hij accentueert niet mijn droge plekjes of mijn fijne lijntjes of zo. En hij is gewoon echt heel erg mooi dekkend. Dan ga ik nu even de bronzer aanbrengen die ik in Amerika heb gekocht. En dit is de Butter Bronzer van Physicians Formula. En ik vind hem er zo leuk uitzien. En hij ruikt ook lekker. Ik ruik hem gewoon nu al... er doorheen. Oh, echt heerlijk. Je hebt hier een lichte van. Ik heb de normale. En je hebt ook nog een donkerdere variant. Dit is gewoon de normale. Die heet gewoon bronzer. Ik vind dit er ook heel erg cute uitzien. Dat is echt natuurlijk een beetje het strand wat je hier ziet. En als je dit dan omhoog doet, dan heb je hier nog een spiegeltje en een kwastje. Ik ga gewoon lekker mijn eigen bronzerkwast gebruiken, want dat vind ik altijd het fijnst. Oh, deze ruikt zo lekker naar kokos en biscuitjes. En een beetje ananas. Nou, ik zie meteen al dat deze kleur echt super, super perfect bij mijn huid matcht. Ik ga hem ook even een klein beetje op het voorhoofd aanbrengen. En wat ik dus heb gelezen en gehoord over deze bronzer is dat hij dus zo fijn is omdat je hem heel mooi kunt blenden. En dat hij echt zo zacht als boter is. Vandaar ook de naam Butter Bronzer. En ik heb hem nu alleen nog maar heel eventjes heel super snel en makkelijk hier aangebracht. Maar ik vind het er echt al perfect uitzien. En ik heb echt bijna niks gedaan. Je hebt het gezien. Ik heb dit niet geknipt of versneld of zo. Dus kijk, ik breng hem gewoon even zo aan. La 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 la. Klein beetje op het voorhoofd. Haar all over the place. En klaar. En het is gewoon mooi. Wauw! Ik denk echt dat ik nu een nieuwe favoriete bronzer heb. En dat ik dat nu al zeg, terwijl ik hem echt net heel snel even één keer heb aangebracht. Dat zegt al genoeg. Maar kijk hoe mooi mijn bronzer zit. En ik heb echt... Ik ben echt een beetje flabbergasted. Oké. Dan ga ik even mijn wenkbrauwen doen. Want daar heb ik geen speciaal product voor gekocht in Amerika. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. I am back! De wenkbrauwen zitten erop. In de beschrijving staan de producten die ik heb gebruikt. En dan gaan we nu lekker verder met de producten uit Amerika. En ik kan echt niet wachten om dit... Dit was denk ik echt het moeilijkste product om te laten liggen. Want deze wilde ik eigenlijk het liefst meteen gaan gebruiken. Ik heb het over het oogschaduwpalet dat ik... Of een van de twee eigenlijk, moet ik zeggen. Een van de twee oogschaduwpaletten die ik in Amerika heb gekocht. Dit is het nieuwe Nude Eyeshadow Palette van Huda Beauty. En ik vind dit zo mooi eruit zien. Echt een geweldig... Prachtig, prachtig oogschaduwpalet. I mean, look at these. Dit is toch zo, 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 zo mooi. Echt geweldig. Hoe moet ik hier nou uit gaan kiezen welke kleuren ik wil gaan gebruiken? Het is echt amazeballs. Kijk ook die stukjes erin. Het ziet er echt zo tof uit. Echt gaaf. Laat ik als eerst maar even een veilige transition color gebruiken. En daarvoor ga ik de kleur Play gebruiken. Dat is deze een beetje peachy matte kleur. En die ga ik even met een grove blending kwast gewoon heel simpel aanbrengen. Oh, dit is echt een super schattig kleurtje. Dit zou ook echt super tof zijn voor op het hele oogleed. Als je dan een hele intense cut crease aan het doen bent of zo. Dan ga ik eerst maar eens in de arcadeboog nu met de kleur Lace. Dat is deze. Echt een beetje een wat paarsige, iets koelere mauve tint. Die ga ik even hier aanbrengen. En omdat er natuurlijk al een perzik kleurtje onder zit, zal de kleur wat warmer worden. Ik breng hem lekker grof aan. In de zin van dat ik hem niet heel strak in de arcadeboog wil hebben. Maar meer als een soort van wash of color. Ik ga nu ietsje donkerder in de buitenste ooghoek. En daarvoor ga ik deze kleur gebruiken. Helemaal in het hoekje. En die heet Spanked. Oh, ik ben echt zo'n fan van die oogschaduws van Huda Beauty. Vooral die matte tinten, die laten zich echt zo mooi blenden. En ze zijn zo mooi gepigmenteerd, maar wel gewoon nog heel goed mee te werken. Je kunt ze echt zo stempelen zoals ik nu doe. Maar dan kun je ze bijvoorbeeld ook, als je een beetje zo eroverheen gaat, kun je ze echt zo, zo, zo makkelijk vervagen. Zie je dat? Echt zo die mooie overgang. Ik ga die kleur ook een klein beetje in de arcadeboog aanbrengen.
En nu ga ik hem dus wel ietsje preciezer aanbrengen. Lekker roze, daar hou ik van. Even kijken hoor. Dan ga ik nu onder het oog met een wat subtielere kleur. En daarvoor ga ik deze gebruiken. Dit is Secret. Misschien ga ik hem straks nog wat donkerder maken. Maar ik denk dat ik hem zo hou. Ik ga nu de kleur Daydream pakken. Dat is deze. Die lijkt me wel heel erg mooi om op het hele ooglid aan te brengen. En dat ga ik in eerste instantie even met mijn ringvinger doen. Om te kijken hoe dat gaat uitpakken. Oh my god. Dit is zo mooi. Even serieus, man. Die oogschaduws van haar zijn echt de bomb.com. Het is hierbij, heb ik ervaren inmiddels, het handigst om hem een beetje erop te stempelen. En dan een heel klein beetje, zeg maar, je doet niet alleen dit, maar een beetje tuk, tuk, tuk. Ik heb gemerkt dat dat het handigste is bij dit soort oogschaduws. Dus je stempelt hem, maar je doet wel met zo'n klein veegje als je je vinger weer weghaalt. En ik heb gemerkt dat dan de meeste glans en kleur eraf komt. Oké, en dan ga ik de buitenste ooghoek ietsje meer paarsig maken, heb ik besloten. Dus ik ga nu ook nog in de kleur Love Bite. Dat is de donkerste paarse kleur in het palet. Even kijken hoor. En die ga ik dan even een klein beetje zo hier aanbrengen. Niet te veel, maar gewoon een klein beetje. Voor wat meer smokiness. Kijk even serieus hoe makkelijk deze oogschaduws werken. Dit is echt amazing. Kijk nou, dit is toch gewoon super mooi allemaal. En het gaat zo makkelijk. Kijken wat er gebeurt. Ik heb deze net al stiekem geswatcht, de shimmery oogschaduws. En het leek me heel erg leuk om de kleur Infatuated, dat is deze, om die een klein beetje ook te gaan gebruiken. Want ik wil gewoon die glitters ook heel graag in de look verwerken. Of zou ik die onder het oog doen? Dat is ook wel vet. Yes. Ik breng ze nu trouwens gewoon droog aan met mijn vinger. Ik weet zeker dat als ik het nu nat aan zou brengen met een vochtig kwastje, dat het dan minder fallout zou geven. Maar ik ben gewoon benieuwd altijd of het ook zonder vloeistof werkt. Want het is toch ook fijn om het gewoon even snel te kunnen aanbrengen en niet weer tig producten erbij moeten te pakken. Vind ik in ieder geval altijd fijn. Maar ik vind het wel echt heel erg tof, die glittertjes. Was een goede keus. En dan ga ik nu in de binnenste ooghoek de kleur Crave aanbrengen. En dat is deze. Yes. Ja, dit vind ik tof. Dat geeft ook een beetje contrast ofzo. Omdat de rest natuurlijk heel erg rood-roze is. Is het juist wel leuk dat dan die binnenste ooghoek juist een beetje goudachtig is. Ik ga hem ook een klein beetje op het ooglid aanbrengen. En op het wenkbrauwbod ga ik nog even snel de kleur Bare aanbrengen. En ik vind het heel erg fijn dat die erin zit. Het is altijd handig om een matte off-white kleur in je palet te hebben. Kijk, dat zorgt meteen voor zo'n strakkere wenkbrauw. Echt heel mooi. Dan is het tijd voor mascara. Die ga ik even off-camera aanbrengen. Nogmaals, producten staan in de beschrijving gelinkt. En dan ben ik zo bij jullie terug voor de highlighter en de lippen. Daar ben ik weer. De ooglook is nu af. Ik zal even inzoomen zodat jullie de ooglook goed kunnen zien. Dit is hem dan geworden. Ik vind hem echt heel erg mooi, maar dat is volgens mij al wel redelijk duidelijk geworden gedurende de video. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik dit palet echt fantastisch vind. De matte kleuren zijn heel intens, zijn makkelijk aan te brengen, hebben geen fallout. Maar je kunt ze wel heel mooi smooth blenden, zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen. Het enige wat ik misschien mis, nu nog niet, bij deze look niet, maar ik kan me voorstellen dat ik dit palet misschien toch niet dagelijks zou gebruiken, omdat er dus geen bijvoorbeeld heel donkerbruin of zwart of zo in zit. Het is allemaal of roze of paars, de donkere tinten. Soms heb ik ook gewoon behoefte om dan bijvoorbeeld een gewone donkerbruine kleur erbij te dragen. Maar verder echt geweldig. En dan komt nu het gedeelte van de highlighters. En dit is best wel een beetje een dingetje, want ik heb namelijk 3 highlighters gekocht. Dus hoe moet ik nu in godsnaam gaan kiezen welke ik ga gebruiken? Ik ga ze in ieder geval alle 3 even aan jullie laten zien en swatchen. Allereerst heb ik er 2 van Wet n Wild gekocht. Dat zijn natuurlijk hele betaalbare highlighters. Ze heten de Mega Glow Highlighting Powders. Dit is in de kleur Precious Petals. En dan heb ik hem ook nog in de kleur Blossom Glow. Dit is Precious Petals.
En dan zie je hier de kleur Blossom Glow. En die is duidelijk wat lichter en heeft een wat meer roze ondertoon. Dus dat zijn die. Maar dan heb ik ook nog deze highlighter die ik heb gekocht bij Sephora. Dit is van Fenty Beauty, het merk van Rihanna. En dit is de Kilowatt Freestyle Highlighter Duo. Dit is de verpakking. En als je hem openmaakt, dan zie je dat er niet één, maar twee highlighters in zitten. Ik heb deze in de kleur Fire Crystal, dat is deze. En de kleur Lightning Dust, en dat is deze. Laat ik die ook maar even gaan swatchen. Dit is de kleur Lightning Dust. Die zit qua donkerheid net tussen die twee van Wet n Wild in. En dit is de kleur Fire Crystal. En die lijkt een klein beetje op Soft & Gentle van MAC. En daarom heb ik deze ook gekocht in de hoop dat het een vervanger is. Want mijn Soft & Gentle van MAC is bijna op. Ik ga van Fenty Beauty deze kleur aanbrengen. De lichtere kleur, dat is dus Fire Crystal. Oké, die heeft echt best wel een flinke glans. Wauw. Wel heel mooi zeg. Kijk die glans joh. Super intens. Echt heel mooi. Ik ga hem ook een klein beetje zo boven de wenkbrauw. Wow. Dat was veel. En een beetje op de neus. Oké, dit is dus echt een highlighter die mega, mega gepigmenteerd is. En omdat deze er een klein beetje op lijkt voor mijn gevoel, ga ik nu die van Wet n Wild in de kleur Blossom Glow. Dus dat is die wat lichtere roze variant, want ik vind deze ook een beetje licht roze. Toch niet Soft & Gentle, wat ik eigenlijk stiekem hoopte. En deze ga ik dan nu dus, die van Wet n Wild, aan de andere kant aanbrengen. Die is ook heel mooi intens. En qua kleur lijken ze echt een beetje op elkaar. Wacht, even goed in de spiegel kijken hoor. Ik vind stiekem deze mooier dan deze. Dus ik ga hier ook gewoon overheen met die van Wet n Wild. Ik vind deze, die van Fenty, is ook prachtig en super super intens. Daar heb je denk ik nog minder van nodig dan van deze van Wet n Wild. Maar ik vind deze net wat meer chalky dan die van Wet n Wild. Die van Wet n Wild heeft echt zo die wet look waar ik heel erg van hou. Wauw, deze is echt heel mooi. Ook even een beetje hier. Een soort van goede dupe deze van die van Fenty Beauty. Dus mocht je die van Fenty Beauty willen kopen, ik zou die van Wet n Wild kopen. Die vind ik echt, kijk dan, het is echt best wel een groot verschil vind ik. Ik vind deze er veel smoother op zitten, veel mooier. Ik ga denk ik nog een review schrijven over deze twee highlighters van Wet n Wild. Dus dan zul je ook de andere in actie zien, de Precious Petals. Ik weet nog niet wanneer het online komt hoor, maar dan moet je even mijn blog in de gaten houden. @lotte, nee niet @, dat is Instagram. www.lottelasbeauty.nl, linkje staat ook in de beschrijving. En dan zijn we aangekomen bij het laatste gedeelte van deze video, natuurlijk de lippen. Dat is deze van Kylie Jenner, van Kylie Cosmetics. Leuke verpakking. En dit is een matte lipstick in de kleur August. Vind ik extra leuk, want ik ben geboren in de maand augustus. En dus ook jarig in de maand augustus. Duh. Zo ziet de lipstick eruit. Het doet me heel erg denken aan de Sephora lipstick verpakking. En als je hem omhoog draait, zie je het kleurtje natuurlijk. Ik denk dat hij wel gaat bij deze look. Zal ik hem eerst even swatchen? Ik ben zo benieuwd namelijk. Oh ja, dit is echt een kleur die ik heel mooi vind. Ik had hem in de winkel natuurlijk ook geswatcht, maar dat is echt al een tijdje geleden. Oké, ik ga hem aanbrengen. Oh, hij is echt heel mat. Hij ruikt lekker. Een beetje naar suikerspin ruikt hij. Wat vinden jullie ervan? Het is echt een lichtere tint dan ik normaal gesproken draag. Echt wat meer nude in plaats van My Lips But Better. Het is een wat meer peachy kleurtje. Ik vind hem echt heel erg leuk eigenlijk. Heel anders dan wat ik normaal gesproken draag. Toch wel. Wat ik al zei, hij is dus heel erg mat. Er zit echt nul glansje in. En dat voel je ook wel tijdens het aanbrengen. Maar hij is wel smooth. Hij is niet zo mat dat het echt gaat brokkelen. En dat je denkt, oh help, waar is de hydratatie? Dus hij is nog wel gewoon aangenaam en comfortabel. Hij heeft ook een goede dekking. Hij dekt eigenlijk meteen als je hem aanbrengt al heel erg goed. En ja, ik vind hem eigenlijk echt heel erg mooi. Nou, en dan is dat de uiteindelijke look. Ik voel me helemaal Amerikaans. Nee hoor, grapje. Ik geef deze make-up look echt wel
Ja, ik denk echt wel een 9,5 of zo. Dus dat zegt nogal wat natuurlijk. Dat was deze video. Alle producten die ik heb gebruikt staan in de beschrijving gelinkt. En ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de look vinden en van de producten die ik heb gebruikt. Misschien heb je zelf ook wel ervaring met een van deze producten. Laat het zeker even weten in de comments. Klets er gezellig op los. En vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer van dit soort, maar ook een heleboel andere video's. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Muah!